Dit is meteen probleem nummer 1. De bocht. De bocht en de liftdeur die dicht gaat. Dit is heel erg zwaar. Ja, ook emotioneel omdat je weet dat er een overledene in ligt. Van alle liften in seniorenflats is de helft te klein. Dat zijn er zo'n 16.000. Zieken kunnen daardoor niet liggend vervoerd worden. En er zijn ook problemen bij overlijdens. Wij gingen kijken in seniorencomplex De Botterhoek in Purmerend. Het is natuurlijk belachelijk. Het is niet wenselijk en niet menselijk. In het seniorencomplex wonen 85 ouderen die geregeld met ziekte en overlijdens te maken krijgen. Dit is dus de lift. En dan ga ik jullie laten zien dat hij veel en veel te klein is. Hij is 1,36 diep en 1,11 breed. We zijn natuurlijk al die jaren al onthutst wat er allemaal om ons heen gebeurt. Doordat mensen heel ziek niet op een brancard naar beneden kunnen. Vanaf 1 hoog moet de brandweer erbij komen. Ja, en dat gebeurt dus wel regelmatig. Als het heel bekend is, heel dichtbij, dan is dat verschrikkelijk. Dan is het verschrikkelijk. Ook bij overlijdens leidt de te kleine lift tot problemen. Mijn man was een hele rustige, recht door zee, eerlijk, lief. Ja, we waren 49 jaar getrouwd. Hij werd ziek. Hij had blaaskanker. Hij is hier, waar ik nu zit, is hij overleden, ja. Maar ja, dan moet de kist naar beneden. Dit komt heel regelmatig voor, ja. Op heel veel locaties hebben we hier mee te maken, ja. Het uitvaartbedrijf laat met een lege kist zien tegen welke problemen zij aanlopen. Dit is meteen het probleem nummer 1. De bocht. De bocht en de liftdeur die dicht gaat. Dit is heel erg zwaar. Ja, ook emotioneel, omdat je weet dat er een overledene in ligt. Het is heel pijnlijk. Het is verschrikkelijk. Je wil het niet. Je wil het gewoon niet zo. Ik vind dit heel respectloos. En ik vind het ook emotioneel veel te grote belasting voor alle nabestaanden. En ook voor ons. Het probleem van de te kleine lift is al lang bekend. 2 jaar na oplevering komt bij verhuurde wooncompagnie al een rapport binnen dat de liften in het seniorencomplex niet voldoen. Dat is 1996 geweest. Nou ja, dat hebben zij ook, maar ja, ook niks mee gedaan. Dus ondernemen de bewoners zelf actie. Dit is de handtekeningenactie die 20 november uitgezet is. Van de 75 hebben er 63 mensen getekend. Wat was de reactie? Geen. Er moet sowieso gebeuren dat er grotere liften komen waar normaal iemand respectvol ingereden kan worden. Want het zit mevrouw Regeer en haar medebewoners erg hoog. Dus, ik wil niet huilen, hè? Dat snap je wel, hè? Maar het doet u wel echt pijn? Ja. Ja. Marcel Sturkenboom is hier, directeur van de ouderenorganisatie KBO-PCOB. Wat vindt u hiervan? Ja, dit is schrijnend. Dat het anno 2021 nog voorkomt dat mensen hun dierbaren op deze manier zien vertrekken. Nee, dat mag niet meer voorkomen. En ja. Ik vind ook dat we met z'n allen hier wat aan moeten doen. Ze zegt, ik wil niet huilen, maar u begrijpt wel dat ze eigenlijk in huilen wil uitbarsten, nee, denk ik. Als je dat zelf mee moet maken, dan voel je dat ook. Ja, ja, absoluut. Nou horen wij dat er af en toe bij een uitvaartbedrijf kussens in een kist wordt gestopt, als hij dan overeind moet staan, om te zorgen dat het lichaam niet naar beneden zakt. Ja, dat is een akelig verhaal, toch? Nee, ik probeer dat vanuit mezelf te begrijpen. Dat wil ik er niet meemaken. En nogmaals, ik vind het onze verantwoordelijkheid om ook ervoor te zorgen dat dit gewoon niet meer voorkomt. Ja. John van Vliet is hier, directeur van het Lift Instituut. U keurt liften in Nederland. Wist u dat het zo schrijnend is af en toe? Nou, zo schrijnend eigenlijk niet. Ja, nu je het ziet, het filmpje, dan denk ik, ja, dat is inderdaad wel een. Dat moet eigenlijk niet meer kunnen. Nee, beeld komt dan heel hard binnen, hè, als absoluut, je het opeens ziet. Ja, ja. Wist u niet dat dit gebeurde dan? Nou, ik had er wel eens van vernomen. Sowieso zien we dat natuurlijk ook bij brancardliften eigenlijk. Problemen met brancards, eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. En ja, dat heeft een beetje te maken met
oude installaties, oude gebouwen. En daar is dat nog niet voorzien. Nee, want, even voor de duidelijkheid, er wordt hier geen regel overtreden, hè? Nee, nee. Het mag wel. Ja, het mag. Ja, voor oude gebouwen mag het. Dus echt voor 2000 is het eigenlijk nog niet vastgelegd in de regelgeving. En in de regelgeving worden minimale eisen vastgelegd. Ja. Dus het is aan een eigenaar om eventueel die eisen op te rekken en daar natuurlijk wat anders neer te zetten. Wat groter is, wat op een andere manier in te vullen. Echter, het is niet verplicht. Dat klopt. Nou, onderzoekt u dat allemaal? Wij zeiden aan het begin, het gaat om 16.000 liften die te klein zijn in seniorenwoningen. Maar er zijn natuurlijk veel meer liften in Nederland. Hoe groot is dit probleem? Nou ja, het is met name natuurlijk bij de woningen een probleem. En daarin zie je toch dat daar van de 100.000 liften toch de helft ongeveer die problemen heeft. Ja. Zo, dat is heel wat. En zeker. Je zag ook net in dat filmpje dat de brandweer iemand naar buiten aan het takelen is. Dat is niet prettig natuurlijk. Dat zou anders moeten kunnen. Ja, nou, we zijn enorm met duurzaamheid bezig. We zijn aan het nadenken of niet ook oude woningen zo ingericht kunnen worden dat ouderen daar langer kunnen blijven. We hebben het dan over duurzaamheid, warmte, CO2. Laten we nou dit aspect van veiligheid ook gelijk meenemen. En laten we met z'n allen gemeenten en anderen die daar verantwoordelijk voor zijn en ook iets mee kunnen doen, daarop aanspreken. En dat zijn we ook van plan als KBO-PCOB. We zijn echt een brandbrief aan het voorbereiden. Geadresseerd aan gemeenten, aan Edis, aan woningcoöperaties. Om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk wordt aangepakt. Ja. Nou, wij hebben natuurlijk ook gebeld met de verhuurder van het seniorencomplex in Purmerend, wat u net zag. En we schakelden ook een liftenfabrikant in. Voor een verzorgingscomplex is deze lift in principe gewoon te klein. Als de lift schacht groter is als de liftinstallatie, dan kunnen we misschien een grotere lift plaatsen in deze bestaande schacht. Maar als ik eigenlijk al zie, is hier in de achterkant zit een klein beetje ruimte achter. Dus ik krijg hier geen grotere lift in deze liftschacht als dat er nu al in zit. Dus er zal een andere oplossing gezocht moeten worden. Deze kan ik niet groter maken als dit hier al is. Hier zou je gewoon een liftinstallatie kunnen plaatsen. En die zou je zo neer kunnen zetten in een breedte van 2 meter. Wat kost zoiets ongeveer? Nou, dan moet je toch rekenen als zijn er bijna een 100.000 euro in totaal. Dat zal de woningcorporatie moeten betalen. De directeur komt zelf polshoog te nemen. Ja, dat is ingewikkeld, kan ik me voorstellen. We gaan gewoon zorgen dat een extra lift bijkomt. De bewoners hebben er lang genoeg op gewacht, dus we gaan het oplossen. Zo makkelijk is het eigenlijk? Uiteindelijk wel. Waarom heeft het zo lang geduurd? Het heeft gewoon echt te lang geduurd omdat we zo'n enorme opgave hebben. We hebben heel veel vraagstukken die we moeten aanpakken. Dit was een jong complex, maar inmiddels is ons echt absoluut duidelijk hoe urgent het voor de bewoners is. Dus we moeten dat gewoon oplossen. Hoe lang duurt het voordat er hier een nieuwe lift kan staan? Vanaf opdracht tot een nieuwe liftinstallatie geïnstalleerd heb, duurt ongeveer 20 weken. Hoeft niet langer te duren? Nee, absoluut niet. We gaan zorgen dat het dit jaar goed komt. Dit jaar? Zeker. Dus voor 1 januari staat er hier een lift? Dan hebben we in ieder geval... laat ik dat maar zeggen. We gaan er gewoon voor. We gaan zorgen dat voor 1 januari staat die lift er. Het is werkelijk niet te geloven, hè? Dat het nou toch dat net even dat laatste setje er toch gekomen is. Ik ben er heel blij mee. Ja. Als we weer mogen, gaan we een feest geven. Ja, en weer zijn daar die emoties. Want het wordt nu opgelost, hè? En dat ene zetje, misschien kwam dat wel omdat wij er met de camera bij waren, meneer Van Vliet. Een grotere lift, dat kan hier, maar kan dat altijd? Nee, dat is vaak een probleem. Het afhankelijk van het gebouw. Hoe oud is het gebouw? Waar is het gelokaliseerd? En wat is daar voor ruimte? Soms is er een grote schacht waar een kleine lift ingezet is, vanuit kostenoverwegingen. Ja. Maar soms is dat ook niet zo. En dan moet je misschien aan de buitenkant van het pand gaan kijken of je daar mogelijkheden hebt. Aan de buitenkant? Aan de buitenkant. Dus dan krijg je gewoon een lift schacht. Ja. Dat kan? Dat zou kunnen, in sommige gevallen. Ja. Ook dat hangt weer van de omgeving af. Ja. Het is wel gebleken dat ieder gebouw is anders. Ieder gebouw heeft zijn eigen karakteristieken. Het is niet altijd even makkelijk. Dus je moet echt per gebouw kijken wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de oplossingen. Ja. En hoe duur is dat dan? Is dat een dure ingreep over het algemeen?
Dat weet ik niet. Ik hoorde net bedragen van een ton. Ja. Bij keurenliften, we bouwen ze niet. Nee. Dus ik durf niet te zeggen wat dat kost. Maar ja, ik kan me voorstellen dat wel de bedragen zijn waar je aan moet denken. Nou goed, deze meneer was heel welwillend. Hè? Hij zei, wij gaan dat gewoon regelen. En komt u van het jaar nog maar eens terug, dan hebben we dat gedaan. Ik kan me ook voorstellen dat het niet overal zo gaat zoals het hier gaat. Want wie moet dan voor die kosten opdraaien als ze bereid zijn om dit te doen? Nou, in dit geval is het de woningcoöperatie. Maar geld is natuurlijk altijd het aandachtspunt. En bij woningcoöperaties kun je in samenhang met de gemeente kun je dit soort maatregelen nemen. Wordt wat anders als je bij eigenaren van grote investeerders die eigenaar zijn van een flat aanklopt. Die zullen wat minder makkelijk zijn. Maar ik vind dat we maatschappelijk moeten nadenken. Er is ook een taskforce wonen en zorg, waar heel veel wethouders over dit soort aspecten nadenken. Ik vind dat we het daar moeten adresseren. En ik hoop dat ze een voorbeeld nemen aan deze eigenaar of deze manager van de woningcoöperatie. Ja, nou is het ook zo dat wat je ook heel vaak ziet over seniorenwoningen, ook deze week was dat weer in het nieuws, ik geloof in Bennekom en eerder al in Veendam, dat er brand uitbreekt in een seniorenflat. Is een grotere lift dan ook beter? Nou, een grotere lift niet zo direct. Het gaat met name om hoe heb je gezorgd dat die lift ook gebruikt kan worden voor evacuatie. En dat is eigenlijk een beetje een nieuw aspect waar we nog niet goed over nagedacht hebben. We zien de vergrijzing, daar hadden we het over. Ja. Heel belangrijk. Iedereen mag zo lang mogelijk thuis wonen. Dat is fantastisch natuurlijk. Maar hebben we er ook over nagedacht hoe die mensen naar beneden komen als de brand is? Ja. Nee, dus? Via de trap valt dat niet mee. De lift mag officieel niet gebruikt worden, want wij roepen al jaren, bij brand geen lift. Ja. Met elkaar weten we dat. Ja. Hoe gaan we dat dan invullen? Ja, maar die mensen zijn wel slechter been, die hier wonen. Precies. Ja. Ja. En hoe ziet u dat dan voor zich? Nou, ik zie dat voor me om eigenlijk de overheid zover te krijgen dat het bouwbesluit daarop aangepast gaat worden. Dus voor de toekomst hebben we het dan geregeld. Ja. Er moet gewoon ingezet worden van, we moeten gebruik maken van een evacuatielift. Met voorzieningen, waardoor bij brand zo'n installatie gebruikt kan worden. Ja, wat doe je dan met bestaande flats? Dat is dus de vraag aan de eigenaar van zo'n flat. Van hoe ga je dat oplossen? Wat heb je ervoor over? Ja. Zorgplicht? Hoe vul je dat in? Je kunt misschien kijken, in dit geval zou ik graag met de directeur van die instantie praten van, mooi dat je nu besluit om een nieuwe lift neer te zetten, maar denk ook gelijk aan die brandveiligheid. Ja, neem dat mee. Dus eigenlijk allebei moet je combinatie meenemen. Dan loop je vooruit. Hoe ziet u dat? Nou, wat ik heel bijzonder vind is dat de afstand in het bouwbesluit 90 meter is. Dus dat mag maximaal 90 meter zijn. Ja. Tot de lift? Tot de lift. Ja. Nou, als je niet mobiel bent, is dat dan een hele afstand. En in geval van een crisis, bij brand, moet je die afstand dus als ouderen niet mobiel moet je overbruggen. Dus ik vind sowieso dat het een aandachtspunt is. En die afstand, en het gebruik van de lift. En in voorkomende gevallen, hoe kun je met elkaar ervoor zorgen, dus ook degenen die van overheidswegen hier verantwoordelijk voor zijn, dat dit gewoon wordt opgelost. Ja, want is dit een politiek verhaal? Ik bedoel, er komen verkiezingen aan. Moeten we het zo ver zoeken? Nou, ik verbreed hem weer. En ik zeg, we zijn over duurzaamheid bezig. We proberen oudere mensen langer thuis te verblijven. Neem dit aspect van veiligheid, die andere kant van duurzaamheid, neem die gelijk mee.